Stichting Stadsherstel, sinds 1978 actief en eigenlijk als bewaker van het cultureel erfgoed van Almelo. Wij denken dat het ontzettend belangrijk is, hè, dat karakter, sfeer, de aantrekkelijkheid van de stad, eigenlijk maakt het erfgoed wel een beetje het DNA van de stad uit. En hoe belangrijk is dat, dat we dat met elkaar bewaken en bewaren. Dit kanaal waar we nu staan, heet ook, en ik hoorde dat ook mensen zeggen tot 30 jaar geleden, het nieuwe kanaal. Dus realiseer je goed, dit is het nieuwe kanaal. En dat nieuwe kanaal is met de hand uitgegraven uiteraard. En daarvoor kwamen uit heel Nederland polderjongens. En in 1929 zijn de sluisdeuren vernieuwd. U zult straks zien op de sluisdeuren dat daar het getal 1929 staat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trek je maar. Oh, dit is recht daar. Dit was de Die samenwerking met Alwi Bekhuis is bijzonder. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, dat was inderdaad heel bijzonder. Vooral het duurt dus nu al wel lang. En bij het begin van de restauratie in 2019 stuurde ik dus een berichtje naar Alwin. Beste Alwin, donderdag hebben wij een vergadering van Stichting Stadsherstel. Is het niet leuk om de feestelijke eerste handeling dan te doen? Bericht terug, normaal. 10 minuten, nu 4 uur later. En hij zegt, hallo Jan, ik kom er nog even op terug. Je hoort zo snel mogelijk van mij. Dank je wel, groeten van Alwin. In het Twents betekent dat dus gewoon, nee, dat kan niet. Ontzettend trots natuurlijk. Jan Voskamp heeft een prachtig verhaal verteld over hoe het allemaal tot stand is gekomen. En het heeft even geduurd. Maar als je kijkt wat hier staat, hè, dat is ook niet iets wat voor een jaartje, wat je voor een jaartje neerzet. Dat staat er gewoon, als het goed is, weer 50 jaar. Dus we zijn echt ongelooflijk trots dat we ja, dit soort mooie dingen voor de stad mogen doen. Ik meende dat er 100 jaar garantie op zat. Nou ja, Voskamp zei heel slim, dan is iedereen dood, dus dan kan niemand je er meer aan houden. Maar in principe, als je kijkt hoe robuust het uitgevoerd is, en ze hebben nu ook een nieuwe manier bedacht om ze in de grond te maken, zodat het hout niet meer rot in de grond. En nou, hopelijk werkt het dan, dus staan ze langer dan de vorige.